Yo gasten, Gameboos hier. Er is vandaag een leuke challenge in Clash Royale, namelijk de Sudden Death Challenge. Jullie zien het hier voor mij. Ik heb 1 keer verloren, maar dat was zo kut. Ik was al eerder begonnen met op te nemen, zeg maar. Maar toen liep het spel of zo, liep het vast of internet viel weg. En daardoor verloor ik. En ik was zo chagrijnig dat ik gewoon ben gestopt met opnemen. Ik dacht, ja, zo wil ik mijn video niet beginnen. Dat in 1 keer met het spel uitvalt. Dus daarom begin ik gewoon nu weer opnieuw met opnemen. Ja, ik kon het echt niet. Het is ondertussen ook al 2 uur geleden. En ik dacht, weet je nu, ik wil het gewoon alsnog wel opnemen. Want het is natuurlijk wel een super nice uitdaging. Je moet gewoon als eerste toren van je tegenstander kapot maken. En als dat is gebeurd, heb je gewoon gewonnen. Maar daar heb je natuurlijk ook een deck nodig waarmee je lekker kan aanvallen. Het is dubbel elixir meteen. Dus daarom heb ik ook wel een redelijk duur deck. Want ja, je kan dubbel elixir inzetten. Ik heb een golem, die probeer ik dan neer te zetten. Dan heb ik een graveyard, die ga ik er dan bij neerzetten. En daarachter kan ik gunstelingen of een tovenaar neerzetten. En dat is gewoon een dodelijke combinatie. Als je zoveel troepen krijgt, ga je sowieso af. En om te verdedigen heb ik de tornado, vuurbal, stam. En dat zijn eigenlijk mijn verdedigende kaarten. En goblins op zich ook wel. Dus daarmee kan ik wel redelijk verdedigen. Maar voordat we verder gaan, vergeet natuurlijk allemaal niet even dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes op deze video zou heel nice zijn. En abonneer natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. En ik ben laatst bezig geweest met het maken van een nieuwe intro voor, zeg maar, Gameboos. Want op dit moment heb ik nu nogal een intro die ik sinds begin af aan gebruik op Gameboos, zeg maar. Maar ik laat nu de nieuwe intro wel even zien. Ik weet nog niet of ik de nieuwe intro moet gaan gebruiken of niet. Ik zal wel even een poll maken. Dan kunnen jullie het beslissen. En dan kunnen jullie stemmen of ik de nieuwe intro moet maken. Of de oude intro moet gaan gebruiken. Zeg maar welke ik moet gaan houden of gebruiken. Er zal een linkje staan in de beschrijving. En als je daarop drukt kan je stemmen. En degene met de meeste stemmen, die ga ik gewoon gebruiken vanaf nu. Ik dacht het is misschien wel tijd voor een nieuwe intro. Dus daarom heb ik hem gewoon gemaakt. Maar jullie mogen gewoon bepalen. Maar nu gaan we echt spelen. Let's go. Ik heb genoeg geluld, dus we moeten even winnen. En trouwens, je kan super veel coins winnen met deze challenge. Dat had ik nog niet eens gezegd. Ik kan nu eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Ik zet hier even goblins neer om daar in ieder geval een beetje te verdedigen. Ja, dan zijn ze wel meteen allemaal dood. Maar heb ik dat in ieder geval kunnen verdedigen? Zet ik hier nu mijn golem neer. Hij begint daar met de tovenaar. Dat is wel een beetje fucked up. Die kan ik redelijk makkelijk neerhalen met een vuurbal. En een log, dus dat is op zich wel chill. Ik zet hier wel een tornado. Zet ik hier een vuurbal. Zet ik hier een stam. En ja, dat ging niet al te best. Ik kan nog even goblinbenden neerzetten. En dan heb ik al verloren, oké. Dat deed hij best wel goed door die golem. Ja, ik weet niet of het slim is om met de golem te spelen. Want die kost natuurlijk wel veel elixir. En dan kan je natuurlijk veel moeilijker weer verdedigen. Ik heb meteen verloren, dat ging wel heel snel. Ja, dat is natuurlijk wel, met Sudden Death gaat het natuurlijk super snel. Ik denk dat ik ook maar mijn strijdram erin ga gooien. Weet je, die is misschien net iets beter als de golem. Graveyard hou ik wel. Tovenaar hou ik, ja, dan ga ik het nu even zo proberen. Ik denk dat dat net iets beter gaat. Net met die strijdram van hem ging ook echt goed. Waarmee, dan kan ik beginnen met de strijdram en tovenaar. Dan kan ik die allebei meteen inzetten. Ik weet niet of dat slim is of snel. Ja, we zullen zien. Ik ga het gewoon proberen. Dit potje moet ik wel even winnen. Het zou wel echt fucked up zijn als ik meteen alles verlies. Strijdram, komt hij er? Nee, die komt er net niet. Ik zet wel Graveyard even aan. Dan hoop ik dat ik meteen ziek veel damage kan doen. Dit ziet er tot nu toe goed uit. Hij doet een tornado, dat is wel jammer. Maar alsnog doe ik vet veel damage. Hij kan nog een keer tornado doen. Oké. Ik doe hier even een stam. Ik denk dat ik na 2 vuurballen al hier... ik was te laat. Ik kan hier in ieder geval redelijk makkelijk verdedigen op die manier. Ik zet hier nog wel even een strijddram neer. En dan zet ik hier nog een vuurbal neer. En dan hoop ik dat ik op die manier zijn toren weet neer te krijgen. Nog 200 HP of zo. Hij zet 2 keer een lock in. Maar mijn barbaar hoeft maar 1 of 2 hits te doen en het is voorbij. Kom op, nog 1 hit. Ik kan nu niet zo heel veel. Ik moet hier even zo'n tovenaar neerzetten. Ik kan hier even een stam neerzetten. Ik weet niet of ik zijn toren dan al kapot heb. Ja, die is al kapot. Oké, nice. Dit ging een stuk beter als met die golem. Die golem was gewoon geen goed idee. Dus hopelijk kan ik het volgende potje dan ook gewoon winnen op deze manier. Dat zou wel chill zijn. We gaan het gewoon proberen. We gaan meteen spelen. Als ik nu weer win, krijg ik wel een geldbonus. Dus dat is op zich wel chill. Ik ga gewoon meteen beginnen met strijdram, tovenaar en graveyard kan ik daarna ook nog neerzetten.
En kijken trouwens 3 clangenoten mee. Super nice dat jullie allemaal kijken. Terwijl dat ik gewoon aan het spelen ben. Oké, hier even een goblin bende. Ik kan hier even een stam neerzetten. Oké, nice. Die barbaren die hebben zijn toren gehaald. Dus dat is chill. Ah, die prinses gaat net niet dood. Dan zet ik nog wel even een vuurbal neer. En dan sta ik wel lichtjes voor. Dus dat is wel chill. Ja, ik heb best wel veel damage kunnen doen op beide torens. Dan ga ik zo meteen weer met een battle ram aanvallen. Want trouwens eerst even hier verdedigen. Doe ik hier even tornado, kan die geen hits doen. Dus dat is ideaal. Wel pijlen. Dan zet ik nog even een goblin bende neer. En dan is dat op zich wel prima. Ja, dan kan die. Ja, dan is dit denk ik bijna alle damage wat ik kan doen. Oké, dan ga ik nu even via de rechterkant. Met mijn strijdram en tovenaar. Dan kan die ietsjes damage doen. Maar zo heel veel maakt dat ook niet uit. Ah, strijdram komt er helaas net niet. Hier even een vuurbal om die prinses ook dood te maken. En kom op. Ja, dat zet ze. Ik zet gewoon een graveyard neer. Misschien dat ik op die manier toch wel wat damage kan doen. Zou chill zijn hier even een stam neerzetten. Ik doe hier even een tornado om die daar in ieder geval een beetje uit de buurt te helpen. Oh shit, die tornado was niet echt slim, want nu kan ik hier niet heel goed verdedigen. Oei, 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 ik kan nog gunstelingen, want hij heeft net zijn pijl ingezet, maar op dat moment zet hij net zijn prinses neer. Ah shit, oké, dan heeft hij best wel wat damage kunnen doen. Dus dat is wel behalve. Ik zet hier even een vuurbal neer om in ieder geval die prinses dood te maken. Ja, ik had mijn lock had ik niet beschikbaar. Maar we moeten nu even veel damage doen. Hij is redelijk teruggekomen. Het ging best wel goed aan het begin. Maar nu wel een stuk minder. Even een tovenaar hier neerzetten. En dan zet ik hier nu een stam neer. Zet ik hier tornado neer. Dan zet ik hier goblin bende neer. En dan hoop ik dat ik nu vet veel HP er vanaf kan krijgen. Ah, niet geweldig. Oké, hier even vuurbal om het meeste daar neer te halen. En dat ging redelijk. Hier nog even een tovenaar. Ah, shit. Oké, dit gaat niet echt lekker. Oké, ik moet nu wel volop. Ah, hij had nog een raket. Shit. Ah, dit ging niet echt lekker. Bij het begin ging het zo goed en nu ging het opeens echt fucked up slecht. Oké, ik weet niet. Misschien heb ik niet het goede deck. Nu krijg ik waarschijnlijk allemaal reacties. Oh, je bent noob. Ja, prima. Maar ik wil wel iets verder komen als dit. Gelukkig heb ik nog 100 diamantjes, dus dan kan ik het gewoon opnieuw proberen. Nou, we proberen het gewoon opnieuw. Waarom ook niet? Dan doe ik een strijdram. Dan kan ik daar een horde gunstelingen achter neerzetten. Ik moet gewoon zorgen dat ik meteen volop op de aanval ga. Ik doe hier even een tornado om daar een beetje te verdedigen. Doe ik er een stam en een vuurbal bij. En boom, dan is daar in ieder geval alles dood. Ja, ik wou eigenlijk mijn strijdram neerzetten, maar ik moest dat eerst even verdedigen. Zet ik nu mijn strijdram neer. Zet ik hier... Oh, ik zet hier wel even een horde gunstelingen. En dan ga ik hier zo meteen een graveyard neerzetten. Die zet ik nu neer. En dan hoop ik dat ik daar op die manier ziek veel damage kan doen. Dat zou wel chill zijn. Hier even een stam neerzetten om die houthakker ook wat neer te halen. En dan heb ik inderdaad best wel wat damage kunnen doen. Hier nog even een vuurbal. Dan heeft hij nog 700... Nou, nog minder dan 700 HP. Hier even een tornado. Doe ik hier even een goblin bende. Ah shit, dan zette die net van die vuurgeest in. En dan kan ik nu niet meer verdedigen. Ah shit, oké, het ging best wel goed die eerste aanval. Je moet gewoon in één keer een grote aanval hebben om zijn toren neer te halen. Anders lukt het gewoon echt niet. Oké, ik ga nog één keer een nieuw deck maken en dan hoop ik dat het dan wat beter gaat. Oké, nu heb ik een deck gemaakt gewoon puur op de aanval. Fuck verdediging, ik moet gewoon puur aanvallen. Dus ik heb een reus, ik heb bandiet, bevriezen, daarmee kan ik zijn troepen bevriezen, houthakker, tovenaar. En ik kan misschien nog een beetje verdedigen met vuurbal of goblin en bende, maar dat zullen we zien. We gaan gewoon nog een laatste potje spelen, let's go. Oh, kom op, ik wil dan nu wel gewoon winnen. Dan begin ik met mijn reus natuurlijk. Die zet ik dan achterin neer, dan ga ik een beetje afwachten wat hij gaat doen. En dan kan ik daar in ieder geval een beetje op reageren. Dan begin ik met mijn reus, wat natuurlijk logisch is. Hij valt via de andere kant aan. Dat is wel een beetje balen. Maar, ja, wat zal ik doen? Ik zet hier wel een tovenaar achter neer. Ik kan hier even een horde gunstelingen neerzetten. Ik denk dat hij ook pijlen heeft. Ja, die heeft hij. Oh, die heeft hij niet. Oké, dat scheelt. Kan hij mijn werken nog even neerhalen? Dan heeft hij uiteindelijk niet echt damage kunnen doen. Oké, dan is het nu mijn turn om volop aan te vallen. Zet ik hier een houthakker bij neer. En dan gaan we nu hier alles bevriezen. Bevries! En dan hoop ik dat we nu ziek veel damage kunnen doen op zijn toren. Ja, dit ziet er goed uit. Oké, dit is misschien een iets beter deck. Ik heb zijn toren nog niet neer. Maar het ging wel erg goed. Nog 600 HP. Dan zet ik zo meteen mijn reus weer neer. En dan kunnen we zo meteen weer bevriezen, denk ik. En dan hebben we sowieso zijn toren neer. En ja, wat zou ik nu doen? Hij heeft geen pijlen of zo. Hij heeft alleen een zap.
En daarmee haalt hij mijn horde gunstelingen natuurlijk niet neer. Dan kan hij alleen wat damage doen. Oh ja, hij had natuurlijk ook vuurbal. Maar maakt niet uit. Mijn reus die kan 1 of 2 keer hitten. Doe ik een vuurbal erachteraan. En dan is de toren neer. Nice, oké. Eindelijk een keer een beetje goed. Misschien had ik dan toch een foute deck. Ik maak het aan het eind van deze video dan misschien nog een beetje goed. Maar ik weet niet, het ging allemaal heel slecht deze video. Oh shit, daar baal ik echt van. Ik wil natuurlijk gewoon zo goed mogelijk spelen tijdens video's. En als het dan niet lukt, dat is dan wel een beetje balen. Maar dan hoop ik dat jullie wel hebben genoten van deze video. Zo ja, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. Vergeet mijn noob aanvallen, maar binnenkort doen we een nieuwe video. En hopelijk gaat het dan wat beter. Maar vergeet natuurlijk ook niet te stemmen op welke intro je het vet vindt. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!